Een betere CAO. Daarvoor voert ziekenhuispersoneel in heel Nederland op woensdag 20 november actie. Niet door massaal het werk neer te leggen en ziekenhuizen te sluiten. Nee, het gaat er anders aan toe. Iedereen gaat wel naar het werk, maar we draaien een zogeheten zondagsdienst. En een zondagsdienst houdt in dat je werkt als op een zondag. Dus dat is een kleinere bezetting. Je kan een ziekenhuis niet dichtgooien. Nou, wat kan je dan doen? Een zondagsdienst draaien. En dat merken ziekenhuizen wel in hun portemonnee. Iedere medewerker is vrij om te kiezen of hij of zij meedoet aan de actie. Maar de vakbond zegt te horen dat personeel wordt ontmoedigd om deel te nemen aan de stakingsdag. Maar wij krijgen signalen van het actiecomité en van leden dat mensen toch wel onder druk worden gezet. En dat gaat dan niet met brieven van gij zult niet staken, maar wel van joh, hè, van oh, doe jij mee met de zondagsdienst? Ja, dat gaat wel ten koste van. Of een brief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, die wordt uitgelegd door de Raad van Bestuur. Ja, elke procent erbij, elke procent loonsverhoging kost ons een miljoen, dus we gaan failliet. Nou ja, ik krijg echt signalen dat mensen echt zich daardoor bezwaard voelen om te gaan staken. Terwijl het gewoon een fundamenteel recht is om je ongenoegen en je staking om te kunnen staken. Je moet gewoon kunnen staken zonder dat je geïndoctrineerd wordt. En dit riekt er naar mijn gevoel wel naar. Het Flevo Ziekenhuis spreekt in een schriftelijke reactie tegen dat medewerkers beïnvloed worden. Wij erkennen volledig het recht van iedere werknemer om actie te voeren. Het is zeker niet ons beleid om medewerkers op enige wijze onder druk te zetten om geen actie te voeren. En we hebben dat ook gecheckt bij ons management. Wij herkennen ons niet in de uitspraak van de vakbondsbestuurder dat dit het geval zou zijn. Wij hebben hem gevraagd concrete voorbeelden te noemen, zodat wij dit gericht kunnen bespreken. Hij heeft dat helaas niet gedaan. Ik heb de voorzitter van de Raad van Bestuur gebeld. Van joh, ik krijg deze signalen van dat mensen zich onder druk voelen gezet. Nou, zij herkent zich daar niet in. Nou, ik weet niet hoe het kan, maar mensen verzinnen dat niet uit een grote duim. Ik bedoel, je gaat niet als medewerker van een ziekenhuis denken van nou, ik voel me hier geïndoctrineerd. Ik vind het zorgelijke signalen en zou het opnemen met de teamleiders en met de mensen die erover gaan. Maar goed, ik maak me er wel zorgen over dat dit soort geluiden continu terugkomen hier.